Het Rijk van Nijmegen heeft een aantal bijzondere bewoners, zoals de raaf, een wel heel indrukwekkende vogel. De raaf stierf in Nederland uit in 1928, maar na een afwezigheid van 90 jaar broedt de raaf nu alweer 3 jaar in Heumersoord, zo meldt Natuurmonumenten. In 2010 heeft hij zich succesvol weten te nestelen, heeft hij ook jongen grootgebracht in het Rijkswald. En eigenlijk sinds 3 jaar, in 2016, hebben wij hier de eerste jonge raven mogen verwelkomen op Heumersoord. Het Rijk van Nijmegen biedt plaats aan nog meer bijzondere vogels, zoals de nachtzwaluw, de zwarte specht en de bosuil. Nou, het is allereerst een zeer bijzonder gebied, dicht tegen de stad Nijmegen aan, waar heel veel soorten voorkomen, waaronder inderdaad een aantal bijzondere vogelsoorten. Bart van der A, werkzaam bij Natuurmonumenten, is blij dat er zoveel bijzondere vogels zijn in deze regio. Nou, Heumersoord is niet alleen maar heel bijzonder omdat er een aantal bijzondere soorten voorkomen. Het is ook heel bijzonder omdat het tegen de stad aan ligt, heel intensief gebruikt wordt door de mensen uit de stad, met name de sporters. Het is een hele sportieve stad, hebben we al gemerkt. Ik ben boswachter sinds 2016 ook hier op Heumersoord. Het zijn de bossen van de gemeente Nijmegen en van Vitens, een grondwater- of een drinkwaterwindbedrijf. En het is heel erg divers. En we hebben ook de bossen zo ingericht dat zowel wandelaars, fietsers, ruiters, maar ook de hardlopers hier volop uit de voeten kunnen.